Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het tijd voor mijn favoriete van de maand, februari. En omdat februari de tweede maand van het jaar is, heb ik vandaag ook twee favorieten. Het was eventjes nadenken over wat mijn favorieten waren deze maand, omdat er twee zijn, dus het is super moeilijk kiezen eigenlijk. Maar ik heb besloten twee dingen uit te kiezen, net zoals elke maand, waar ik enorm veel plezier van gehad heb. En als eerste mijn plantjes. Ik heb nu twee plantjes die in mijn kamer staan en ik merk echt dat ik er enorm van geniet van hoe die groeien en hoe die leven eigenlijk. Dit is een plantje van IKEA, net als de bloempot, en ik ben er echt helemaal dol op. Zo'n superleuk plantje. Als tweede favoriet van de maand heb ik, denk ik, ik ben nog niet volledig zeker, maar ik ga ervoor, de Ladies Night bij Lab 9 met Anne-Katrien. En daar heb ik echt super veel inspiratie en zo uitgehaald. Het was gewoon heel erg leuk om te horen hoe het bij haar is gegaan, hoe het bij haar evolueerde en hoe zij alles aanpakt. En dat was heel erg interessant. Dus ik wil nog even super hard Ladies Night. Ik wil nog graag even super hard Lab 9 bedanken voor de uitnodiging en Anne-Katrien voor de super leuke babbel. En nu is het tijd voor mijn opgemaakt. Ik heb drie producten opgemaakt. Allereerst de Allereerst het Nivea verfrissend en verzorgend micellair water. Deze is super handig en ik ga deze zeker opnieuw gebruiken. Ik heb nu de grotere flessen, dus dat komt zeker dik in orde. Sorry voor de zon die achter de wolken kruipt en er dan opeens terug uitkruipt. Deze heb ik ook opgemaakt. De Coconut Care Shampoo voor een daily care formule voor een dagelijkse verzorging van droog en beschadigd haar. Dit was mijn shampoo tot nu toe. Deze ga ik waarschijnlijk niet op een nieuw kopen, omdat ik heel graag afwissel van shampoo, zoals jullie weten. En deze was nu ook zo goed niet, maar wel zeer budgetproof aangezien hij van de Action komt. Ik maakte ook een kaars op. Dit is een kaars van Primark. Die ruikt super goed naar baby shampoo, babypoeder of zo'n badkamerachtige. Geen idee hoe ik het kan beschrijven. Dit is de kaars Sugar Candy uit Primark. En deze was een euro. Heel erg leuk en mooie kaars. Mocht die volgend jaar opnieuw in de Tama komen, koop ik hem misschien opnieuw of misschien ook niet. Geen idee. Ik ben wel te vinden voor af en toe wat variatie. Zo, dit was het dan voor deze video. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te liken als je mijn favoriete volgende maand ook wel wil zien. En dan zie ik jullie dan. Doedels!